Hey Dick, waar staat de thermostaat op bij jou? 12. 12? Dat wil je toch horen? Nou ja, ik weet niet waar jij hem op zet. Ik ben benieuwd. En bevalt dat koud douchen? 22? Nee. 22? Trouwens, ik douche gewoon bij de club, hè? Ja. Ja, maar 22? Tuurlijk. Gewoon thermostaatje? Maar had je ik nog... spek de kast wel. Ja, maar had je nog een contract lopen, langlopend contract? Nee, dat hoorde ik ook nog later. Ik heb nog steeds een voordelig contract. Dat loopt nog een jaar. Toch zie je bij heel veel mensen ook qua licht buiten. Ja, iedereen. Iedereen doet gewoon wat ze altijd gedaan hebben. Ja. Jij ook? Of heb je geen spiegeltjes? Spiegeltjes? Ook? Ja. Om te zien wat het wordt, nee? Ja. Spiegeltjes? Ik weet niet waar je het over hebt. Nee, ik ook niet. Nee, om te zien wat voor lichtjes je hebt. Spiegeltjes? Ja, natuurlijk. Ik heb spiegeltjes ook allemaal. In de bomen en zo. Spiegeltjes? Oh, echt? Moet je het zien? Ja, heb je een foto? Ja? Nee. Heb je spiegeltjes in de bomen? Ik geloof dat ik iets verkeerds gezegd heb. Heb je spiegeltjes in de bomen? Nee, joh. Ga maar door, jij. Ja, maar je mag het eerlijk vertellen. Is niet erg. Heb jij spiegeltjes in de boom, Johan? Heb jij spiegeltjes in de boom? Beetje steunen. Nee, ik heb geen spiegeltjes. Jij dan misschien? Nee, maar ik hou ook niet van die lichtjes in de tuin en zo. Ook niet? Nee, ik hou helemaal niet van kerstverlichting. En helemaal niet van kerstsfeer. Maar hoor je eigenlijk kerstboom. Je zat van de week ook al in die dingen dan? Voel je ook allemaal kloten? Nee, ik vind het zo kitserig. Kerst, dus geen spiegeltjes? Nee, maar helemaal geen kerstversieringen en zo. Echt niks? Nee. Geen kerstboompje ook? Nee. Nee? Nee, want als je een echte neemt, dan blijf je zuigen met die naalden en het plastic ding. Dat vind ik niks. Het is een en al gezelligheid bij jou thuis. Ja. Jongen. Ja. Neem je wel eens iets mee naar huis? Of een cadeautje? Nou, nee. Nee. Nee, die tijd hebben wij gehad. Kerst, Johan? Ik heb toevallig, ik krijg een cadeautje, want ik klaag erover dat ik het zo koud heb, s'nachts. En toen zei ik mevrouw, als ik morgen in de stad kom, dan zal ik een pyjama voor je kopen. Nou, ik denk dat ik al 50 jaar geen pyjama aan had. Jij slaapt altijd naakt. Hè? Jij slaapt altijd naakt. Nou. Kijk, dat is heel onbeschaafd. Ja, dat weet ik, maar ja, je bent nu toch benieuwd. Ik hou altijd mijn onderbroek aan. Ja. Maar verder, wie heeft dat een reden? Nou, ik wil nog wel eens een wind laten. Ja. Maar verder ligt dat goddelijke lichaam helemaal open en bloot. Nou ja, te wachten. Het lichaam ligt voor het grijpen, maar het wordt meestal genegeerd. Ja. En zo nu en dan. En dan ben je kieskeurig. Ja.